Vandaag gaan we het hebben over wat voor banen heb ik eigenlijk gehad en wat voor stages. Nou, als beginnend, wat heb ik voor stage gehad? Mijn eerste stage was in de bouw. Want ja, bij 9 van tot 5 is meestal zo'n kantoorbaan. Ik heb die mentaliteit niet in me. Dus ik had mijn VCA-diploma, die heb ik in 2 keer moeten halen helaas. Waarom in 2 keer? Ja, sommige vragen van VCA zijn best lastig. Toen wou ik er ook iets bij gaan doen. Naast dat. Ik deed heel veel met filmen en YouTuben. Zo, een hele goede dag dames en heren. Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over wat voor banen heb ik eigenlijk gehad en wat voor stages. Want niet alles is een baan van mij geweest, maar ook stage. En die tel ik ook een beetje als mee als baan. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb echt verschillende beroepen gedaan, echt niet normaal. Nou, als beginnend, wat heb ik voor stage gehad? Mijn eerste stage was in de bouw. Ik maakte van allerlei wanden, aparte ruimtes. Eigenlijk alles wat een timmerman moet kunnen maken, dat maakte hun. Toen wou ik heel graag de bouw in. Toen vond ik dat heel interessant en vond ik dat leuk om te doen. Lekker hard werken, langer werken dan dat eigenlijk een 9 tot 5 baan is. Want ja, een 9 tot 5 is meestal zo'n kantoorbaan. Ik heb die mentaliteit niet in me. Ik zou het wel kunnen af en toe. Enigszins heb ik dat werk nu ook. Ik ben niet continu aan het filmen uiteraard. Dat komen we straks bij die baan, wat ik nu ben. Maar toen werkte ik op de bouw. En dat was vaak rond een uur of... Ze beginnen soms vanaf 6 uur al. Tot een uur of 5, 6. Kan later worden nog zelfs. Dus als je in de bouw wil, heb geen 9 tot 5 mentaliteit. Want daar ga je het niet meer redden. Nou, toen moest ik daar weg omdat ik geen VCA heb. Misschien nou denk je wel, what the fuck is VCA? VCA is een veiligheidsdiploma. En dan moet je toch wel hebben op de bouw, VCA diploma. VCA is eigenlijk gewoon een kaartje waarbij je kunt zeggen van hey, ik kan veilig werken. Dat is alles. Dat je bijvoorbeeld veilig op een steiger kan gaan staan. Dat je bijvoorbeeld veilig met machines kan werken, boommachines, dat soort dingen. Dan kun je qua wetgeving niet officieel aan de bak en mag je ook officieel niet op de bouw werken. Nou, gelukkig had ik mijn VCA-diploma kunnen halen via school. Dan hoefde ik het zelf nog niet eens te betalen en konden hun het regelen voor mij. Dus daar had ik wel echt een voordeel mee. Ja, dus ik had mijn VCA-diploma, die heb ik in 2 keer moeten halen helaas. Waarom in 2 keer? Ja, sommige vragen van VCA zijn best lastig. Zo, ik ben weer terug van de tanken. Ik moest even tanken. De tweede keer was ik gewoon geslaagd. De tweede merkte ik wel dat het makkelijker ging dan als de eerste. De eerste VCA-examen, toen kreeg ik veel over stroom en gevaarlijke stoffen en ja, dat soort ongein. En die kreeg ik de tweede ook wel, maar een heel stuk minder. Uiteindelijk heb ik hem gewoon gehaald en toen ging ik bij een ander bedrijf werken. Dus ik ging gewoon weer de bouw in. En dat was bij een vloerdekkingsbedrijf. En die legde cementvloeren. Ja, dan moet je het ook hebben, want ja, je loopt ook op de bouw. Eerst was het nog bij een ander vloerdekkingsbedrijf. Die zat in Arnhem. En dat bedrijf, het enige nadeel was, ik had geen vervoer. Ik had nog niet mijn brommer. Dus dan moest ik elke ochtend moest ik met de trein naar Arnhem toe. En dat was het punt niet. Maar, 's ochtends rijden er geen treinen bij ons. We hebben zo'n speciale trein die, zo'n standaard treintje, die 1 keer in het uur gaat. 1 keer in de 3 kwartier ongeveer. En dan zou ik de aansluiting van de vrachtwagen niet redden. De eerste trein die bij mij rijdt is pas om 5:30. Ja, dan moet ik in een half uur tijd in Arnhem zijn. Bij de locatie, zeg. Helaas werd het dat hem niet. Die reed wel door heel het land. Echt heel het land. Ik heb toen een proefdag meegedraaid. Zaten we helemaal ergens boven het land. Dus dat was wel lachen. De tweede meedraaidag was in Delft. Achter de TU Delft ergens was dat. Dus dat was ook wel lachen. Toen had ik een andere vloerendekkingsbedrijf bij stage gelopen. Ja, daar heb ik een tijdje meegelopen. Even het vak leren kennen. Toen heb ik heel lang intern stage gelopen bij de gym op school. Gewoon puur omdat ik dan iets had. Op een gegeven moment ben ik een beetje gaan kijken naar wat ik interessant vond. En dat was een beetje redelijk zwaar tillen. Toen ben ik bij een meubelzaak gaan werken. En daar heb ik nog een heel tijd rondgelopen. Ja, dat vond ik wel leuk. Alleen, het punt was een beetje toen, mijn stagebegeleider die ging naar een andere baan. Nou, dan denk je van ja, maar dan moet je toch een andere stagebegeleider krijgen. Ja, dat klopt.
Maar degene die de manager daar toen werd op het magazijn, die wou mij niet gaan stage laten lopen. Of ja, wel stage laten lopen, maar hij wou geen stagebegeleider worden van mij. Nou, zodoende moest ik toen helaas stoppen daar. En toen ben ik teruggevallen op weer bij de gym. Op een of andere dag was ik gaan kijken bij een houtwerkplaats. En die houtwerkplaats die was wel leuk. Daar kon ik mijn vrijheid kwijt. Daar kon ik, vond ik ook leuk om te doen, want ik kon zwaar tillen en zo. Nou, ik ben bijna thuis, maar ik zal dadelijk voor jullie een knipje verder gaan met de video. Ik moet even batterij wisselen, want die GoPro ging nou net al uit. Even batterij wisselen en dan zie ik jullie dadelijk weer. Zo, we zijn weer terug. Kelly zit nou in deze trein. We gaan de brommer weer ophalen. Dus die gaat nu naar Boxmeer. Ik ga daarna ook naartoe. Maar dan weer scooter. En dan rijden we samen weer terug. Zij is sowieso eerder dan mij. Want het is ongeveer 10 minuten rijden met de trein. En 15 minuten rijden met de brommer ongeveer. Ik was gebleven bij waar ik daarna ging stage lopen. Ging ik naar een houtwerkplaats. Toen wou ik er ook iets bij gaan doen. Naast dat. Ik deed heel veel met filmen en YouTuben en toen al. En dat was het bedrijf waar ik nu werk. Nou, ik kwam daar en ik ging al mee, vrij snel mee op edits, klantenwerk en überhaupt filmen. Ja, dat vond ik fantastisch. Dat was echt mijn droombaan. Nou, op een gegeven moment vond ik het zelf heel lastig waar ik nou naartoe moest. Ik zat zelf een beetje in het, in het dip of zo. Ik werkte wel en ik maakte ook YouTube filmpjes en ik had van alles aan mijn hoofd. En ik had ook nog twee banen, want ja, school was niet meer echt prioriteit. Dus op een gegeven moment, ja, ik heb voor één baan gekozen en dat was het volledig filmen. Op de duur word je ook ouder en op een gegeven moment moet je van school af. Dus ja, toen ben ik gewoon volledig, ik werkte eerst eigenlijk 2 of 3 dagen daar. Toen ben ik volledig gaan werken bij het bedrijf waar ik nu nog steeds werk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik aan het kijken ben naar een andere baan. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar dat heeft andere situaties en andere privéredenen waarom ik aan het zoeken ben naar een andere baan. Ik ben gewoon op zoek naar een nieuwe stap. Dus deze situatie zit ik nu. Nou, ik denk dat ik alles wel besproken heb. Vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zien we elkaar bij de volgende video weer terug. Hey, hoi hoi!